Dus jouw langzaamste tempo wat jij in een training loopt, is... Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en het is 5:52. Tuur moet over 8 minuten naar zijn werk. Ik ben dus niet om 5 uur opgestaan, maar deze wel. Nee hoor. Hoe laat ben jij opgestaan dan? Jij was ineens weg. Het over 5 of zo. Oké. Okay. Ik wilde niet meer met jou. Geintje. Geintje. Het is inmiddels 5:45. Tuur is naar zijn werk. En ik ga mijn vlog editen. En dat doe ik lekker vanuit bed. Tuur, wat heb je bijna over? Laat even zien wat je bijna gedaan. Dat is ook altijd zo'n rare kleur. Je hebt niet in beeld nu. Zie je het? Ja, nu zie ik het wel. Ja, Tuur die heeft zonnebrand gepakt, alleen hij heeft de verkeerde gepakt met een kleurtje. Misschien wel mooi voor je, een beetje een egale huidskleur. Moet ik het op mijn neus wel doen of niet? Nee, doe maar niet. Nee hè? Doe maar niet. De zon schijnt toch niet zo erg. Ik ga wel een beetje branden, maar ja. Het is 8:30 en ik heb een blog geschreven en een vlog geëdit, maar ik heb ook het gevoel alsof ik alweer klaar ben om naar bed te gaan. Het idee was gisteren om 9:00 naar bed te gaan, zodat de wekker om 5:00 niet zo heftig zou voelen, maar ja, dat is dus niet gelukt. Ik ben mijn audioboek aan het opnemen voor deze week. Alleen de onderburen zijn aan het klussen volgens mij. Er wordt heel de tijd gezaagd en ik hoor dat heel de tijd op de achtergrond. Dus ik moet het opnemen even staken. Dus ik ga maar vast editen. Ik heb nu de helft opgenomen, denk ik. En als het dan nog steeds niet klaar is, dan ga ik maar hardlopen of zo. Oké, het is eindelijk tijd voor mijn duurloop. En het is inmiddels weer 4,5 uur geleden dat ik ontbeten heb. Dus het is pas 10:10. Maar als je al voor 6:00 ontbijt, dan, dan is het om 10:00 dus alweer ruim 4 uur geleden dat je voor het laatst wat gegeten hebt. Als je tussendoor niks eet natuurlijk. En dan ga ik nu verandering brengen, want ik heb net een smoothie gemaakt. Want anders dan heb ik waarschijnlijk straks tijdens mijn duurloop halverwege ineens heel erg veel trek. Ik heb nu trouwens nog helemaal geen trek. Maar ik weet wel dat als ik nu niks eet, dat het dan niet goed gaat. Ik ben naar Meijendel gefietst, zodat ik mijn duurloop onverhard kan doen. Duurloop is vandaag korter dan andere weken. Jammer, want ik zou vandaag best wel lang willen lopen. Maar ik ga me netjes aan het schema houden. Oké, ik heb 10 kilometer gelopen. Super lekker. Ik zie er lekker verwilderd uit. Ik heb even schone BH aangetrokken en nu ga ik weer weg. Ik ben weer terug. Eigenlijk alweer een tijdje dat ik terug ben. Ik heb net even yoga gedaan en een paar buikspieroefeningen. En ik ben lekker aan het werk gegaan. En ik heb een proeverij voor de bruidstaart geregeld. Het wordt nu echt super serieus. En dit vind ik misschien wel een van de allerleukste dingen. Taart proeven. Taart proeven. Oh my god. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat dat onderdeel was van het bruidstaartproces. Maar blijkbaar wel. En I'm not complaining. Tuur is thuis. Van het hardlopen. Tuur heeft het warm volgens mij. Ja, even een beetje uitzweet hoor. Had ik het gisteren over, hè? Ja. En we zijn risotto uitmaken. Het wordt een citroenrisotto met courgette die in deze oven zit, die niet scherp wil stellen. Anyway, hij gaat een beetje hard. This is looking good. Zo weet je. Echt goed. Omdat dit dinsdag is en het nu niet meer regent. Ik zag de zon. En omdat ik zondag niks gedronken heb. En we hebben allebei een lange duurloop gedaan. En dat was maar 10 kilometer. En... ik heb yoga gedaan. En het was wel echt een lange dag. Ja. En we hebben nog Q&A. Ja, daar moeten we altijd heel veel voor drinken. Ja, een beetje indrinken voor de Q&A. Ja, oké. Okay. Eet smakelijk. Tuur en ik zitten weer klaar voor de live Q&A. We zijn vandaag echt matchy. Tuur wilde het punt maken dat ik hem had nageaapt met dit shirt. Ja, het is gelijk.
Ik had deze wel voor je uitgezocht, hè? Is dat dezelfde kleur? Maar jij had hem toen ook gepakt. Ik dacht dat jij hem niet wilde hebben. Nee, mijn is iets sneller. Jij had hem nog snel gepakt. Nee, jij zei... Ik dacht, nee, Tuur vindt dat te streepjesachtig. En toen, uit later, zei hij zo van... Ja, ik had nog wel een leuk shirt gezien. Met streepjes, maar... Ik weet het niet. En toen dacht ik, ja... En kijk, nou... Dit is echt erg. Ik vind hem jou wel echt leuker staan. Ik vind hem jou ook wel leuk staan, hoor. Oké. Wel aardig van je. Maar jou staat hij wel echt goed. Maar jou ook wel echt. Heet dit AMB? Ja, ik denk het. Nog 1 minuut en 15 seconden, dan gaan we live. Wij hebben lekker vraagjes beantwoord. Het is de Q&A. Nu gaan we vraagjes beantwoorden voor de vlog. Gelukkig een hartje naar een... Een ander meisje? Een ander meisje, ja. Tuur! Ik zeg toch eerlijk? Ja, toch? Heet je lief? Tuur, niet meer je lief roepen. Wil je vasthouden? Ja hoor. Een draadje moet er niet vol. Willen jullie allemaal meer als knuffels zien? Annemie vindt het niet grappig. Nee, Annemie als knuffels. Nee. Eileen vraagt hoeveel sushi wij eten. Aangezien zij een hongerige wederhelft heeft, die waarschijnlijk net als Tuur aan een paar stukjes niet genoeg heeft. Nou, ik zal je dat vertellen. Ik krijg vaak meer sushi dan Tuur, want ik ben hier de hongerige wederhelft als het wat betreft sushi. Maar wij bestellen meestal 6 rollen van 8 stukjes. Dus dat is 8 keer 6 is 8. Godver, moet je zien wat voor poep daar op het raam zit. Is dat buiten of binnenkant? Ik neem aan de buitenkant. Er is toch geen beest binnen geweest hier. Oh ja. We bestellen altijd 48 stukjes. Maar wij bestellen altijd bij een restaurant waarbij je de derde rol gratis krijgt. Dus we bestellen altijd 4 rollen en dan krijgen we 2 rollen gratis. Waarschijnlijk zit dat gewoon in de prijs inbegrepen. Dus eigenlijk ben je helemaal niet slim als je 3 rollen bestelt. Ja. Toch? Want dan krijg je de 4. Ja. Zonde. Maar je moet ook natuurlijk van genieten vooral van het eten, toch? Ja. Het gaat niet altijd om veel. Hi Annemere, waar is je zonnebril van die je deze vlog op hebt? Dat is mijn Gucci zonnebril. Oké, nog een vraag. Wow. Hoe berekenen jullie je hartslagzone? Dus hartslagzone 1 onder 150 is volgens mij veel te hard voor een drempelhartslag van 171. Wij berekenen onze hartslag meer op een beetje tempozones. Onder 150 is lange duurlooptempo. Tussen 150 en 160 is korte duurlooptempo. Lopen we eigenlijk vrijwel nooit. Tussen de 160 en 172 of 171 is drempeltraining. Alles daarboven is... dan heb je nog 170 tot 175 is 10 kilometer. En voor 5 kilometer hebben we eigenlijk geen hartslag. Omdat de loopjes zo kort zijn die we lopen op 5 kilometer tempo. Dat je nooit in die 5 kilometer zone... in die hartslagzone van de 5 kilometer kan komen. Als je er wel een hartslagzone aan vast zou hangen. Want in 200 meter kom je niet tot die hartslag. Ja, want je hartslag ligt altijd een beetje achter op wat je lichaam aan het doen is, hè? Ja, dus er zijn meerdere manieren om je drempelhartslag... of om je zones te berekenen, maar wij houden dus vooral tempozones aan. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen dat je onder de 120 moet gaan voor zone 1, maar dat is echt wandelen. Dat tempo loop je ook nooit, hè? Ja, maar het is gewoon, weet je, als ik dat tempo zou gaan lopen, dan denk ik, dan moet ik op een heel andere manier gaan lopen. Want hoe snel is jouw zone 1, als je onder 150 loopt, hoe snel loop je dan per kilometer? Ja, het ligt er echt aan, soms loop ik 35 en soms loop ik 15. Dat ligt er echt net aan hoe fit ik op dat moment ben. En dat is ongeveer een minuut boven je drempel, toch? Langzaam naar je drempel. En dan kan ik gewoon normaal praten met mensen en dan voel ik me na afloop niet een vaatdoek. Ik voel me gewoon super fit en energiek.
Dus jouw langzaamste tempo wat jij in een training loopt is rond de 5:30. Toch? Ja. Ja, dus en met inlopen loop ik soms nog langzamer. Ja, en dan. En uitlopen. Ja, en bij die 5:30 is. Nog langzamer. Voor mij langzaam natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk relatief. Voor sommige mensen is 5:30 heel hard. Ja. Klinkt namelijk heel oneerbiedig om te zeggen nog langzamer. Nou ja, of gewoon iets meer dan een minuut boven je drempel. Langzamer dan je drempel. Toch? Ja. Ja, dat is het. Oké, dat was het. Dit waren de vragen. Dankjewel voor het kijken. Zo dichtbij. Dankjewel voor het kijken en tot morgen bij weer een nieuwe video. Slaap lekker en tot morgen. Have a good run! Dat zeg jij toch altijd? Have a good run. Have a good sleep, have a good run.